course. Oké, top. Dus we gaan nog even beginnen met vorige week te herhalen, met de vier stappen te herhalen. Dan frissen we dat even gelijk weer op en dat is ook goed voor die herhaling dus, om het goed te masteren. Ik ga beginnen om met mijn scherm te delen. Even kijken. Kan iedereen het zien? Yes. Ja. Oké, top. Dus de vier stappen, wat eigenlijk gewoon basic DeLorean is en wat DeLorean dus zo fijn maakt. Vier stappen om te herhalen. Je kan ze dus hier linksboven vinden. Druk je dus op hier. Watch step by step. Dan ga je kijken. In dit geval de trade Anthony Chef. Even kijken. Deze. Dus we gaan de vier stappen samen overlopen. Eerst is belangrijk, ga kijken of voor een buy of een sell is natuurlijk. En het super duidelijk aangeven. Voor een buy is het een blauwe pijl omhoog. Of hier in het alert panel het groene. En voor een sell is het een rode pijl omlaag. Of in de alert panel die rode kleur. Dus we gaan kijken. Pak stapplan erbij. Dus gaan we lezen, oké, voor een sell signal. Dus de eerste stap. Look at the two candles to the left of the arrow. Is the blue candle bigger than the red? Dus we gaan kijken, het is altijd belangrijk bij die pijl. We kijken dus altijd eigenlijk alleen naar de twee eerste candles voor de rode pijl of voor de blauwe pijl in een buy. Dus de eerste vraag is de rode candle groter dan de blauwe? Dat is voor een sell. Ja, antwoord is ja, dus we gaan naar de tweede vraag. De tweede vraag is, does the red line cut through both candle bodies? Gaan we kijken. Die rode lijn, dat heet dus een IMA. Daar gaan we het vandaag dus over hebben, wat het precies inhoudt. En de tweede vraag gaat eigenlijk alleen maar, ja, snijdt die rode IMA, die rode lijn, snijdt die door de candle bodies? Dus het is echt belangrijk, ja, dat die door de candle bodies snijdt en niet de wick. Dus we willen dat die echt door het gekleurde vakje heen snijdt. Oké, de tweede vraag is ook ja. En bij DeLorean, normaal gezien gaan alle DeLorean alerts, gaan de eerste twee stappen, gaan die correct zijn, gaan die juist zijn. Dus normaal gezien zou dat wel goed moeten zijn. En dan ga je gewoon gelijk naar de derde stap. Is de gray, aqua or blue line closely above the two candles? Dus in een sell wil je dat de aqua dicht boven de twee candles is. En in een buy wil je dat de aqua dicht onder de twee candles is. Waarom dat precies is, ga ik zo meteen in deze call dus duidelijk uitleggen. Maar we willen dus dat als we zo'n signaal krijgen, dat dus de aqua daar echt dicht boven is. En met dicht boven bedoelen we dus ja, ongeveer 10 pips. In dit geval is de zijn de candles niet super dicht onder de aqua. Je wilt de aqua eigenlijk echt zo hebben. Zo heb ik hem liever. Maar in dit geval zie je dat de trade alsnog wel goed is gegaan. Dus je kan zulke trades nemen als hij al een beetje van de aqua af is. Als hij al iets meer dan 10 pips van de aqua af is. Maar ik voor mij persoonlijk die trades altijd. Ik wil echt gewoon dat de aqua ja, op zit of er doorheen snijdt. Dat mag ook. En dan de vierde vraag. De vierde vraag is, make sure the gray aqua or blue lines are not closely below price. Dus je wilt ervoor zorgen dat die gekleurde lijnen die we zien, die IMA's, dat er geen één daarvan dicht onder de twee candles zit. En nogmaals, waarom dat precies is, ga ik zo meteen allemaal duidelijk uitleggen. Maar dit was even een korte herhaling van wat de vier stappen precies zijn. Dus Sam, volgens mij kan jij dan alvast even beginnen met uitleggen wat IMA's zijn. Ik ben nog wel gemute, man. Ik hoop dat mijn recording blijft werken. Mijn screenshare, of als het niet meer werkt, Ruben onderbreekt me gewoon. Want de chats kan ik niet zien. Dus wat ik vandaag vooral over wil hebben, zijn twee dingen. Dat is dus de IMA's. Dus dat is in deze lijn dat je ziet. En je take profit en stop loss, hoe je die instelt. Heel basic. Want eigenlijk is het echt niet moeilijk. Maar voordat je weet hoe je een stop loss en take profit instelt, en dat is uiteindelijk de laatste stap van je trade-analyse, is echt wel je stoppers en take profit, is het echt wel belangrijk om te weten van, wat zijn die IMA's? IMA's om te beginnen staat voor Exponential Moving Averages. Dus vertaald naar Nederlands exponentiële bewegende gemiddelden. En dat is echt letterlijk de reden waarom dat zo heet, is omdat, als je dan bijvoorbeeld kijkt, op dit punt,
Nee, wacht, ik ga het anders aanpakken, anders ga ik een beetje snel aan. Dus je hebt de verschillende IMA's. Je hebt de grijze. Ik laat het binnen bij de... Je hebt de navy hier zo. Dan heb je een grijze. Dan heb je een aqua. Dan heb je nog twee, maar je ziet hier niet zo duidelijk. Nog een rode en een gele. Hier op TradingView zie je het beter. Je hebt hier ook een gele. De gele is degene die vaak dicht bij de candles gaat zitten. Ik ga je even ook bijzetten wat die precies zijn. Dus bear with me. 800. 200. 50. Maar die laatste ga ik het niet schrijven, omdat het te weinig plaats is. Of wacht, ik zal het zo doen. Dan heb je nog de 13 en de kleinste de 5. Die cijfers, waar die voor staan, ik wist het in het begin helemaal niet. Maar omdat ook de educators van de Engelse, de Amerikaanse educators, vinden het niet belangrijk dat we dat weten, want ze hameren er niet echt op, alhoewel dat ze wel zeggen. Maar ik vind het toch belangrijk dat je echt wel dit begrijpt, waar die cijfers precies voor staan. Omdat een strategie kunnen is één iets, maar begrijpen wat je doet is echt wel nog iets. En dat gaat je echt naar de next level brengen. Dus die 800, laten we beginnen met de grootste. Dit hier, dit punt, laat het gewoon zo doen. Als ik hier een streepje zet, de prijs, hier zo, dus eigenlijk wat dat die kruisen. Dit is de gemiddelde prijs over de laatste 800 candles. Dus als je hier kijkt, hier de prijs van die candle is 1.91584. Deze is, ja, het verschilt een beetje. Maar dat is eigenlijk het gemiddelde van de 800 laatste candles. Dus als we uitzoomen, ik schat dat dat ongeveer is, toch van dit punt hier zo, tot hier. Dat zijn ongeveer, ja, naar schatting 800 candles. En dan eigenlijk de 200 is juist hetzelfde, maar dan is bijvoorbeeld op dit punt het gemiddelde van de laatste 200 candles, de 50 IMA, of de aqua, of blauwe IMA, aqua IMA, leggen we dan 50. En dan de rode, die je wel nog duidelijk kan zien, is het gemiddelde van de laatste 13. En de gele, het gemiddelde van de laatste 5. Dat is ook de reden waarom dat die 5 IMA echt wel bijna op de candles plakt. Als je hier op TradingView ziet, ja, eigenlijk als je zegt voor die candles zet ik af, kan je eigenlijk naar de gele IMA kijken, de gele en de blauwe IMA. De blauwe lijn hier is de prijs, hè. Dus de prijs en de gele IMA is bijna exact hetzelfde. Dus, ja, wacht, ik moet terug naar mijn DeLorean. Het voordeel hiervan, van die IMA's, is dat zonder dat we zelfs uitzoomen, dus we zien een trade alert hier komen, we weten van, oké, GBP, NZD, het was natuurlijk, de alert was van hier, we weten het is een sell, want we zien de rode pijl, en dan zien we gewoon dit. Zonder uit te zoomen, zonder echt helemaal uit te zoomen, zonder van timeframe te veranderen, hier zit op de 15 minuten, zien we gewoon dit. En at DeLorean, waar staat het voor? Simplicity. Daarvoor ook die 4 stappen. Moeilijker is het niet. We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. En daarvoor gaan ook die IMA's dienen. Of een van hun nutten gaat zijn voor simplicity. Wij kunnen zien, door enkel naar die lijnen, de IMA's te kijken, in wat voor trend dat we zitten. Bijvoorbeeld, ik ga nu wel een beetje uitzoomen, anders gaat het niet duidelijk zijn. De 800 IMA. Je ziet, dit punt hier, recenter, is hoger dan hier. De lijn gaat duidelijk naar boven. Dat wil zeggen over de laatste 800 candles. Dat wil zeggen over de laatste 800 maal 15 minuten. Even berekenen, 800 maal 15. Dat wil zeggen, over de laatste 12.000 minuten zijn we in een stijgende lijn aan het gaan. Zijn we in een uptrend. De laatste 200 candles, dus ja, dus een vierde van de 800, zijn we ook in een uptrend aan het gaan. De laatste 50 zijn we in een uptrend. En dan deze IMA's, maar dat gaan we later nog uitleggen, daar kijken we niet echt naar. Maar dit zijn de drie belangrijkste. Hier kijken we naar voor echt onze trend. En daar gaat Ruben het straks ook meer over hebben. Dus daar ga ik even het kort houden. Dus ja, dus deze drie IMA's gaan we gebruiken voor trend. Daar gaat Ruben het zo over hebben. En dan deze twee IMA's gaan we het gebruiken voor shift. Daar gaan we of vandaag of in de volgende video het ook nog over hebben. Maar ik wil gewoon al even duidelijk maken, en dat is ook het belangrijkste dat je nu weet, dat die IMA's zeg maar dienen als een indicatie voor trend. Het volgende is dat elke IMA, en dit vind ik, ja, ik noem dat een aha-moment dat ik het ontdekte. Elke IMA is hier hetzelfde. Je mag misschien denken van, we hebben 5 verschillende IMA's, 5 verschillende indicatoren, of hoe dat je het ook wil zeggen. Maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Want let op. Misschien, veel van jullie gaan het al weten, maar voor mensen op de recording of misschien op de call die het niet weten. Je ziet, we zijn op de 15 minuten timeframe. Ik ga hier op de 15 minuten timeframe dit
aanduiden. Ik ga hier gewoon een kruis zetten, zo. Een beetje slecht, maar gewoon om aan te duiden van, hier zijn we op de grijze IMA. Dit is een punt op de grijze IMA. Als we één timeframe naar boven gaan, dus dat is op de 1 hour, op de 1 uur, bijvoorbeeld, ga meewerken. Ah, nee, oké, wacht, ik ga vlug hier over naar training hier. Ik ga het zo doen. Dus hier zien we, ik ga het zo doen. Hetzelfde als daarnet, ik ga hier gewoon even tekenen op de grijze IMA. Oh, nu zit je wel op de 5 minuten, man. Dus doe even op de... Oh, ja. Thanks. Ik ga het opnieuw doen. Ik ga hier tekenen op de grijze IMA. Maakt niet uit. Ik bedoel, ik zit nu op random pair. Je was geen DeLorean gecalled of niks. Het is gewoon omdat ik een punt wil aantonen, zeg maar. Ik heb hier een beetje een mislukte ster of zo getekend. Maar hier zien we zijn op de 15 minuten timeframe. Als we één timeframe hoger gaan, naar de 1 uur... Boom. Dit kruis is nu de aqua geworden. De aqua hiermee. Gaan we één timeframe hoger? Het kruis, ja, hier is, omdat ik het niet precies heb getekend, is niet duidelijk, maar het is ongeveer de rode hiermee. Gaan we één timeframe hoger naar de daily? Ah, dit werkt dan niet meer. Ja, het is omdat het te klein is, het is waarschijnlijk versprongen, maar in principe is het allemaal de aqua. Zeker voor die grijze hiermee, die aqua en de navy. Als je één timeframe hoger gaat, is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik ga nu één voorbeeld tonen en dan ga ik overgaan naar het volgende. Hier heb je ik ga het opnieuw doen. We gaan naar de 4 timeframe en we gaan zoeken naar de Navy. De 800 IMA. Hier zo. We zien op de 4 uur 800 IMA. Ik teken hier een kruis. Als ik één timeframe lager ga, de 1 uur, wordt die Navy... Heb ik iets verkeerd gedaan? Dit klopt niet. Oh, het is omgekeerd. Het is omgekeerd. Ik heb het omgekeerd. Omgedraaid. Sorry. De aqua hier op de 4 uur. Gaan we één timeframe lager naar de 1 uur. Wordt die aqua hier de grijze IMA. Gaan we één timeframe lager naar de 15 minuten. Wordt die grijze IMA hier opeens de navy. Dat was eigenlijk het punt dat ik gewoon wil tonen van... Het is allemaal hetzelfde. En waarom dat ik dit zei, is omdat ik naar het volgende punt wil gaan. De prijs... Als je in een trade zit of niet, maar de prijs en de macht gaat altijd terugkeren naar de aqua. Als je al langer bij DeLorean zit, ga je het al gehoord hebben van Tyrone of van Patrick of een andere educator. Maar prijs maakt altijd een pullback naar de aqua. En dat is de reden waarom het zo belangrijk is, dat we altijd een trade nemen zo dicht mogelijk van de aqua af. En als je dan op de 1 uur bijvoorbeeld hier een DeLorean ziet, ik weet niet of waar dat hier... hier was een DeLorean gekald. Dit is nu een heel slechte DeLorean. Ik ga misschien iets beter voorbeeld zoeken. OutUSD zie ik hier. Hier is een DeLorean gecalled. We kijken dat hij heel dicht bij de aqua zit. Die aqua mag misschien nog een beetje hoger zitten, dat is geen probleem. Mag hier zo zitten. Maar we willen dat hij dicht bij de aqua zit. Waarom? De DeLorean kan misschien wel kloppen. De andere stappen gaan erdoor. Maar hij maakt altijd die pullback vroeg of laat. En we willen zekere trades pakken en niet random trades. Ik heb hier een lijstje naast me staan, omdat ik altijd links aan me kijk, omdat ik zeker alles wil overlopen. Dus elke keer is de aqua. Dat is echt wel belangrijk dat je dat onthoudt. Maakt ook altijd een pullback naar de aqua. Natuurlijk, het is daarom ook, als je door Tyrone zijn favorites gaat gaan, heeft hij het vaak over blue waves. En blue waves, ik ga er natuurlijk nu niet te diep op ingaan, maar wat eigenlijk op neerkomt, is dat uiteindelijk gaat de prijs altijd de pullback maken naar de navy. Dus je zit hier op de 15 minuten timeframe, let op. We zijn op de 15 minuten, dus elke candle is 15 minuten. Hij zegt Tyrone van, ja, uiteindelijk maakt de prijs altijd op een bepaald moment in de week, lange termijn, in de week, een pullback naar de navy. Waarom? De navy, dus de aqua hier, één timeframe naar boven, op de 1 uur, dan hebben we de grijze IMA. Gaan we nog een timeframe hoger, zitten op de 4 uur, hebben we de navy. Dus deze navy op de 15 minuten is de aqua op de 4 uur. Dit is misschien ga je de recording nodig hebben om dit te snappen en opnieuw moet spelen, maar probeer dat echt wel in je hoofd te steken. Dat was al een hele... Ja, in België zijn we een hele boterham. Ik weet niet of jullie die uitdrukking ook gebruiken in Nederland. Maar ik wil gewoon zeggen dat we al veel hebben gezien. Dus als jullie nu al overweldigd zijn, never mind, geen zorgen. Het volgende dat ik over wil hebben is de type 1 en type 2 trades. Ruben. I'm gonna let you do your thing, man. Yes. Dus ik ga nog even kort herhalen wat Sam heeft gezegd over die IMA's en nog wat andere extra nuggets.
Zo. Oké. Dus ik wil nog even herhalen over die Aqua. Die Aqua, dat zei Sam al, de prijs zal altijd een pullback maken naar die Aqua. Dus je moet die Aqua gewoon zien als het evenwichtspunt van de prijs. Schrijf het zomaar op in je notities. De Aqua is het evenwichtspunt van de prijs. Want de prijs zal nooit in een rechte lijn omlaag of in een rechte lijn omhoog gaan. De prijs zal altijd omhoog gaan, maakt een correctie of een pullback of hoe je het ook wil noemen. En dan gaat hij weer verder omhoog. Dus je moet eigenlijk zien als dat die Aqua een soort van een punt is tot waar de prijs die correctie maakt, meestal, en dan dat hij weer verder gaat. Zo moet je de Aqua eigenlijk Aqua beschouwen. Dus ik zit nu op de daily time chart van Euro GPY. En het is heel belangrijk. Ik ga alvast een paar dingen opschrijven. Dit is super belangrijk, wat je gewoon altijd kan gebruiken. Het is super simpel en het is super handig om te gebruiken. Dus Aqua boven. Oh, de gray is een uptrend. Kijk, als de Aqua, maakt niet uit welke timeframe het zeg maar is. Dat is op het moment, nu, op dit moment zelf. Als de Aqua boven de gray is, zitten we in een uptrend. Dus gaan we kijken. Hier, de Aqua is hier boven de gray, dus zijn we in een uptrend. Dus dat kan je gewoon zelf op, weet dat, op de charts kan je dat, moet je maar ook gewoon eens, dat is ook supergoed om gewoon eens naar de charts te kijken en dan gewoon kijken hoe die IMA's precies, hoe dat in elkaar zit. Maar het is gewoon belangrijk om te weten, oké, als de Aqua boven de gray is, zit er een uptrend. Dat zie je best wel duidelijk. En dat is op dit moment zelf. Als de Aqua, oh, moet ik even schrijven. Aqua onder de gray is. Als de Aqua onder de gray is, zit er een downtrend. Als je die twee dingen gewoon al begrijpt, moet je ook nadenken van, oké, wij als DeLorean, we treden altijd met de trend mee. Dus we gaan alleen maar zoeken naar buys in een uptrend en sells in een downtrend. We hebben al één soort DeLorean, dat heet een BTS, die is countertrend. Gaan we later in een bootcamp sowieso heel uitgebreid over hebben. Maar over het algemeen met DeLorean gaan we met de trend meetreden. Dus je moet altijd kijken van, oké, hoe staan de IMA's ten opzichte van elkaar? Zit de Aqua onder de gray? Oké, ga ik voor sales? Zit de Aqua boven de gray? Oké, dan ga ik voor buys, want we willen dus met de trend meetreden. Het is ook heel belangrijk dat we die Aqua soort van zien als een soort springplank. Als een soort springplank en ook als een soort plafond. Dus je gaat heel vaak merken van, oké, de prijs. Kijk nu hier, even kijken. De prijs hier. Komt tegen de Aqua aan, springt er van, ja, hij springt er letterlijk van die Aqua af. Wordt weer naar die Aqua toegetrokken hier, springt er van af. Toegetrokken, springt er van af. Gaat er naartoe, springt er van af. En zo, dat gebeurt iedere keer. En dat is ook heel belangrijk, dat je beseft wat Sam net zei. Eigenlijk is iedere IMA de Aqua. Dus als de Aqua, zeg maar, als de prijs op de 15 minuten naar de gray gaat, is hetzelfde als die op de 1-hour lead naar de Aqua gaat. Dus je moet altijd nadenken van, oké, elke IMA is eigenlijk de Aqua. Dus is het ook goed dat je beseft van, oké, als bijvoorbeeld op de 15 minuten de prijs naar de Navy gaat, betekent dat het op de 4 uur naar die Aqua gaat. Dus dat betekent dat hij er ook veel harder van afspringt. Dus je moet altijd bekijken, oké, ik zit nu wel op de daily. Ik kan misschien trouwens gaan naar ik kan misschien hier wel even naartoe gaan op de 15 minuten, wat wat duidelijker. Is het reeds wel gelukt? Even kijken. Bijvoorbeeld hier. Als de prijs naar de Navy gaat op de 15 minuten, moet ik even hier ook. Oh, geel zie je alleen niet zo goed. Zo. Oké, wat Sam net zei, dus als de prijs naar de Navy gaat op 15 minuten, is hetzelfde als de Aqua. Als de prijs laat. Hetzelfde als de Aqua, als dat de prijs gaat naar de Aqua op de 4 uur. En dat betekent dus ja, dat hij daar hard van afbounce. Als hij op de grote timeframe van de Aqua afbounce, kan je dus grotere moves verwachten dan dat hij op de 15 minuten van de Aqua bounce. Dus daarom, als hij op de 15 minuten van de Gray of van de Navy afbounce, kan je altijd grotere moves verwachten. Dan moet ik even teruggaan naar EuroGPY.
Daily. Oké, ik ga even. Replay tot hier. Oké, ja, hier zien we de tekst. Dus dat is het eerste wat ik wou zeggen. Van, oké, die AK moet je altijd zien als een soort springplank, maar ook als een plafond. Dus stel voor, even kijken. Stel voor hier, je denkt, oké, ik ga hier bijvoorbeeld in een bij. Ik zeg maar wat, moet je niet doen. Maar stel voor je zou hier in een bij gaan, moet je dus zorgen dat je... Ja, je weet dat die IMA's werken als een soort plafond. Als de prijs daar komt, dan bounce die ervan af. En bounce, als de prijs daar op is, bounce dus vanaf letterlijk. Dus dat is de reden waar ik het net over had met stap 3. Daarom wil je het liefst dat de prijs dicht op de AK zit. Want dan weet je dat hij er echt vanaf springt. Dat is dus de reden waarom stap 3 zo belangrijk is. Dat je dus wilt dat hij dicht op de AK zit. Oké, nu het volgende. Iets wat ik zelf ook veel gebruik en wat echt handig is. Je moet kijken, waar staat de prijs ten opzichte van de IMA's? Dus even kijken. Als de prijs... Ik zal even typen. Waar staat de prijs ten opzichte van... Oké, belangrijk is, als je aan het traden bent, je kijken, waar is de prijs op dit moment ten opzichte van de IMA's? Oké, als de prijs... onder de aqua in een downtrend, boven de aqua in een uptrend, dus dit is belangrijk. Als de prijs dus in een downtrend, als de prijs onder de aqua zit in een downtrend, willen we met de trend meetreden. Dus willen we sells zoeken. Dan willen we dus alleen sells nemen. En als de prijs boven de aqua zit in een uptrend, willen we buys zoeken. Bijvoorbeeld hier, we zitten in een down, de prijs zit boven de aqua, maar we zitten in een downtrend. Dus dan telt het niet. We willen met de trend meetreden. Dus opnieuw, als we in een downtrend zitten, als de prijs onder de aqua zit in een downtrend, oké, dan kunnen we sells nemen. Als de prijs boven de aqua zit in een uptrend, oké, dan kunnen we erbij zijn. We willen dus gewoon letterlijk met de trend meetreden. Zo simpel is het. Oké. Tweede. Als de prijs... Zo, prijs tussen IMA's is... Ik zal eerst even uitleggen. Als de prijs tussen de IMA's zit, willen we dus oppassen. Waarom? De markt is aan het consolideren en dan weten we niet zeker welke kant de markt op zal gaan. Dus als de prijs tussen de IMA's zit, wat doen we? Wachten op break en... even kijken. Wat ik persoonlijk altijd doe, bijvoorbeeld al kijk ik op de daily, dan wil ik, als de prijs tussen de IMA's zit, dan wil ik wachten totdat de prijs eerst... Bijvoorbeeld kijken we hier. Als de prijs tussen de IMA's zit, wil ik wachten tot de prijs eerst erbuiten breekt. Dan een soort retest maakt tegen de aqua. En dat je dan verder in die beweging mee gaat treden. Dus belangrijk, zit de prijs tussen de IMA's. Wacht. Je kan een aggressive entry nemen. Bijvoorbeeld hier in een cel gaan. Maar persoonlijk ik vind dat niet fijn. Want ik wil gewoon zekerheid met mijn trades. Dus als de prijs tussen de IMA's zit, je weet niet zeker welke kant hij op gegaan. Want meestal zal de prijs dan consolideren als de prijs tussen de IMA's zit. Dus daarom, wacht totdat de prijs breekt. Totdat hij een retest maakt. En dan ga je verder die richting treden. Even kijken, dat is het tweede ding. Wat superbelangrijk is met prijs ten opzichte van IMA's. En als derde. Als prijs... Boven aqua in downtrend. Uptrend. Possible. Is ook belangrijk. Als de prijs boven de aqua gaat in een downtrend, dus... Even goed, dit is belangrijk. Dus stel voor, we zijn in een downtrend. Als de prijs dan boven de aqua gaat, moet je ook oppassen. Want we kunnen potentieel
reversen. We kunnen van een downtrend ineens naar een uptrend gaan. Dus daar is het ook belangrijk, totdat je echt duidelijk gaat zien wat gaat er gebeuren met de prijs. Hier is een mooi voorbeeld bij EURGPY. Als ik me af laat spelen. De prijs hier. Oh, even kijken. Hier. Even kijken, iets verder was dat denk ik. Ja, hier bedoel ik. Hier is belangrijk. Oké, prijs gaat ineens tussen de IMA's zitten. Het is belangrijk dat je dan oppast, want zoals je ziet, het kan zomaar zijn dat de prijs ineens van trend gaat reversen. Ik kan deze afspelen, even kijken wat er gebeurt. Dit, ja. Dit is super belangrijk. Als we in een downtrend zitten en de prijs gaat ineens boven de aqua, pas op met wat voor trades je gaat zetten. Wacht gewoon totdat het duidelijk is wat er gaat gebeuren. Dus zoals ik al zei, wacht op die break en retest. Zodat je gewoon extra confirmatie hebt van wat de volgende move gaat zijn. Dus persoonlijk, ik vermijd gewoon trades waarbij waar de prijs echt tussen twee IMA's zit. Als het bijvoorbeeld echt hier tussen zit. Wat we wel kunnen doen met de Lorin is dat de trades van deze IMA op deze IMA gaan mikken. Maar daar gaat Sam straks nog een beetje over vertellen. Dit wil ik zeg maar even duidelijk vertellen over IMA's en prijs ten opzichte van IMA's. Dus is het tot nu toe duidelijk wat ik heb verteld? Als je iets niet snapt, drop even iets in de chat of zo. Of... Okay. Sam, dan kunnen we wel naar het volgende. Even kijken. Even stop share. Yes. Ik ben weer gemute, Sam. Once again. Oké, sorry. Nog eens zou ik wat toevoegen aan wat Ruben zei. Ook iets heel moois om de trend te zien. Of om te weten dat we een trending markt zijn, is om te kijken naar hoe wijd de IMA's uit elkaar staan. Hier zie je dus het voorbeeld van daarnet, wat ik het over had. OutUSD is op de 4 uur, dus we zeggen elke candle is 4 uur. Zien we dat die aqua, de gray en de navy redelijk ver uit elkaar zijn. By the way, ik heb dit hier even gezet, dat was over wat ik daarnet had. Zet dit nu in je notities, trek er een foto van of noteer het later op de recording. Omdat ik weet dat voor velen van jullie nog niet direct gaat doordringen, is het handig dat je dit hebt staan. En dan uiteindelijk ga je het echt wel snappen. Dit is gewoon maar twee random voorbeeldjes. Stel ik hier zeker even een foto van. Ik ga nu even terug in de tijd, ik ga hier even terug naar komen. Dus even kan je nog verder noteren. Maar hier zie je bijvoorbeeld, ik probeer een mooi voorbeeld te zoeken. Dat is ook een truc, als je wilt traden, zoom altijd eerst vlug uit. Want de navy staat niet altijd op de juiste plaats. Ik ga weggaan van dit pair. Dan gaat dit ook weggaan. Omdat ik even een voorbeeld wil vinden. Van trades die niet goed zijn. Gewoon omdat ze niet in een trending markt zijn. Want wat jullie geleerd hebben, zelfs in denk ik, de 100 en 200 series. Perfect voorbeeld hier. Is dat we willen dat we altijd in een trending markt zijn. Dus wat wil dat zeggen? We willen dat de markt altijd duidelijk aan het dalen is. Lower lows. Lower highs maakt, of dat die duidelijk aan het stijgen is, als je dan hier inzoomt, die hier higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. En dan bijvoorbeeld hier vandaag, ik weet niet of die persoon in kwestie op de calls vandaag, maar iemand had mij, volgens mij was van UJ of een ander pair, een voorbeeld gestuurd van ja, hey yo Sam, is deze trade valid? En alles klopte, hij is nog splinternieuw bij de Lorin, dus ik vond het al mooi dat ze 4 stappen klopte. Maar dan zag ik dit. Het was misschien een ander pair, maar het was ongeveer dit dat ik zag. Hier zie je, beeldje in, stel voor het, de gray zit zelfs nog hier boven de navy. Dus we hebben aqua boven de gray. Dat is wat Ruben over vertelde, we zitten in een uptrend. En de navy daaronder, dus zeker een uptrend. Maar dan als je een beetje uitzoomt, zie je dit. Dit is wat ik noem een consolidatie. Dit is een consolidatie. Hier, de prijs weet niet hoe we er naartoe willen. In smart money zou ze zeggen van hier zit liquidity, hier zijn zeg maar de banken zijn hier prijzen aan het accumulaten, of ik weet niet hoe dat zij het zeggen, maar ze weten niet goed in welke richting dat ze willen gaan. En dan eenmaal dat de prijs een kant kiest om te gaan, dan schiet het de lucht in. Maar dit wil je hier wil je niet in traden. Een truc die je kan gebruiken is gewoon simpelweg kijken van ja, zitten de EMA's op elkaar geplakt? Gelijk hier, dit is werkelijk niks. Zit echt gewoon op elkaar.
Maar nog een truc dat je kan gebruiken, maar dat niet altijd het geval zijn, is vaak gaat de navy, dus dat is die donkerblauwe lijn, gaat tussenin de aqua en de gray zijn. En dit is wat Tyrone reset noemt. Dat wil eigenlijk zeggen, de markt is aan het herstellen. De markt heeft een grote impulsive move gemaakt, een perfect voorbeeld. De markt heeft hier geschoten naar boven. En dan nu is hij zeg maar gewoon even aan het chillen. Het is gewoon iemand sprint een berg op, hij komt op de top en dan is even rusten. En dan kunnen we weer verder lopen, of de berg naar beneden lopen. Dus dat wil ik nou even zeggen. Dus onthoud gewoon, een trendingmarkt, dan zijn de IMA's wijd uit elkaar. En zijn ze niet wijd uit elkaar en zie je dit. Ja, ik kan er niet echt een voorbeeld aan zeggen van dit per se is een consolidatie, maar je ziet het als je het ziet, denk ik altijd. Dan blijf je best gewoon zo ver mogelijk van weg. Ook al kloppen je vier stappen. Oké. Okay. Mag ik iets toevoegen? Ja, sowieso. Wat tuurlijk ook vaak het geval gaat zijn, of bij consolidatie gaan ook heel vaak gewoon ja, dat is hier ook het geval, dat de drie IMA's echt gewoon op elkaar liggen. Dan ga je ook vaak gewoon zien dat ja, de prijs zit gewoon letterlijk op elkaar gedrukt. Mm-hmm. En dan is het lastig om te bepalen, ja, waar gaat de prijs nou heen? Uiteindelijk, als je een beetje ervaring hebt, kun je daar omheen wel gaan traden. Maar laten we gewoon als beginners, laten we gewoon bepalen van, oké, als de drie IMA's op elkaar liggen, vermijd het. Wacht gewoon totdat de prijs een duidelijke break ergens naartoe maakt. Dat dan bijvoorbeeld retest en dat je dan verder met die richting gaat meetreden. Maar dat is gewoon een tip die ik wil geven van, als je begint met de Lorin, probeer gewoon trades te vermijden waar, ja, inderdaad, waar veel consolidatie is. Dus waar gewoon, ja, de drie IMA's of vijf IMA's op elkaar liggen, vermijd dat gewoon op het begin. Yes. En ja, een heel simpele tip dat ik kan geven is, als je niet zeker bent, is het nu een trending pair of is het nu consolidatie? 9 van de 10 keer is consolidatie. Je mag ons altijd sturen een foto van je setup van, yo bro, is het nu consolidatie of niet? Of is het trending? Maar meestal gaat het gewoon echt niet trending zijn. Nu wil ik het hebben over een type 1 en een type 2 trade. Type 1. Is target is IMA. Dat is type 1. Type 2, ik ga het zo niet uitleggen wat het is. Target. Wat ik zal doen, we targeten IMA. Target IMA. Bij type 2, target previous structure. High slash low. Oké, dus type 1 en type 2. Eigenlijk hoef je in begin zeker je nog niet te veel zorgen om te maken, want je gaat altijd zoeken voor een type 2 trade. Waarbij dat je eigenlijk je target is een vorige high of een vorige low. Bij een target van IMA dan heb je te maken met een BTS. Een BTS wil zeggen between the sheets, maar ik ga je niks verder over vertellen, want het is al redelijk advanced en moeilijk, maar het geluk is dat het niet vaak voorkomt. Dus maak je niet te veel zorgen dat je trades gaat missen of zo. De meeste trades, ik zou schatten 80-90%, is een type 2 trade. Dus dit hier, ik ga beginnen met type 1. Heel kort. Een type 1 trade is eigenlijk gewoon dat je target is de volgende IMA. Dus stel dat je in deze trade stapt en je zegt van oké, ik ben in deze trade, ik heb mijn stoploss ingesteld, waar ik het speed over ga hebben ook. Wat target ik? Wat is mijn TP-punt? En dat is dan dit hier. Als je in de weg, in je weg binnenkort een IMA ziet, dan wordt dat ook echt je TP. Want zoals we zeiden, op de hogere timeframes maakt altijd een pullback naar de aqua. Wij zijn hier nu op de 4 uur. Dus dat wil zeggen dat dit de aqua is op de daily. Dus het kan perfect zijn dat op de daily timeframe dat de markt weggaat van de aqua, uit de gray in dit geval, en dan een pullback maakt waarna het weer verder gaat. Daarom dat die IMA's de targets zijn voor een type 1. Maar daar ga ik verder op ingaan in een latere part van de bootcamp. Type 2. Kijk, ik ga zoeken naar een voorbeeld. Oké, perfect. Kijk. Hier zie je, de navy zit van boven, daaronder de gray, daaronder de aqua. Zet eens even in de chat. Zitten we in een uptrend of een downtrend? In de chat. Ik weet, we zijn maar met 10, maar we zullen van jullie. Zitten we in een uptrend of een downtrend? Downtrend, down. Precies. Waarom zitten we in een downtrend zonder uit te zoomen? Wat Ruben eerder zei, de gray is boven de aqua. Gray boven aqua wil zeggen downtrend. Als we dan nog meer uitzoomen, dan zien we zelfs dat de navy erboven zit. Dan zitten we, als, zeg maar, als extra confirmatie, we zitten sowieso in een downtrend. Oké, top. Dus we weten van, oké, we kijken enkel voor sells.
super toevallig of super handig. Hier is een cel gecalled. De pijl is een beetje verkeerd, maar dit is een rode pijl. Dus we kijken voor een cel. Oké. Okay. Dit is een type 2. Waarom? Hieronder, dus we kijken voor een cel. Dat wil zeggen, we nemen de markt naar beneden. We zien hieronder geen IMA's. Hoe komt dat? Want ze zijn er allemaal boven. De gele en de rode zitten hier zo. En dan de aqua, grey en navy erboven. Dus, oké, okay, we kunnen geen IMA targeten. Want dat was een type 1. En ja, als we een IMA willen targeten, zouden we een buy moeten gaan. Want dit is dus een cel. Dan gaan we kijken voor previous structure. Ik ga proberen dit te doen met het Lorne-platform. Wat je dan gaat doen eigenlijk voor previous structure te zoeken, ga je uitzoomen. We zijn nu op de 15 minuten timeframe. Als ik uitzoom hier zo, dan zie je, ja, het gaat maar tot hier. Kijk, oh, gaat laden. Yes, het gaat laden. Oké, okay. We zien hier. Hier zien we previous structure. Wat wil dat zeggen? Op deze plaats is prijs al geweest. Prijs is hier geweest. En dit is, wanneer is dit? 4 januari. Dus enkele dagen terug. Tiental dagen terug. Dus we gaan kijken van, oké. Okay, we zetten ons take profit ergens hier. Maar we zien van, eigenlijk zijn we daar al in de buurt. Goh, het is redelijk moeilijk. Ik ga het toch doen met TradingView. Daar kan ik beter mee werken. Even alles weg. Oké. Okay. We zijn dus, we targeten voor previous structure. We gaan uitzoomen. We zitten op de 15 minuten timeframe. We zien niet direct iets. Oké, okay, toch wel. Het is even laden. Maar we zijn hier al op die prijs. Dus dan gaan we eigenlijk overwegen om de trade niet te nemen. Waarom? Onze TP1, onze target, of TP2, TP3, gewoon je TP, is de vorige low. Maar je ziet hier van ja, de vorige low, oké, okay, je kan zeggen, de vorige low doen we hier. Maar dan werken we met zones. Dus hoe werken zones? Je gaat eigenlijk gewoon dit aanduiden. Je tekent dit van de body tot het uiteinde van de wick. Hier zo. Dit is je zone. We gaan hier later nog op terugkomen, maar ik wil gewoon even tonen van oké, okay, dit zou ons TP-punt zijn. Hoef je nog niet te snappen, maar gewoon onthouden van oké, okay, dit is ons TP. Dan moeten we kijken, oké, okay, waar was die DeLorean gecalled? DeLorean was hier zo gecalled. Kijk, misschien hebben we hem nog kunnen nemen. We zetten de stoploss boven de aqua. De take profit is de start van de zone. We hebben hier een 1,5. Dat wil zeggen, we weten, we zoeken voor een 1,2 risk-reward ratio. En dat wil eigenlijk zeggen van ja, we hebben geen 1-op-2 tot onze eerste take profit, dus deze trade skippen we gewoon. Ga je even kijken of we nog een voorbeeld kunnen vinden. USDJPY. Kijk, laten we gewoon deze nemen. Ik weet niet of deze klopt niet, die hebben we daarnet bekeken. Waarom? Die zit in een fringe. Dus, in een fringe, we zitten in een consolidatie bedoel ik. We gaan zijwaarts. Maar kijk, stel, we gaan ervan uit dat we die toch nemen. We zetten hier onze entry. Daar ga ik dus volgende week over hebben. We zetten de stoppels hier zo. Onder die MA's. En je take profit. Zet je op de vorige high. Dit komt op de gray ook. Ja, zoiets. Maar ja, kan hier niet goed mee werken. Maar dit zal een twijfelgeval zijn. Maar je wilt gewoon eigenlijk kijken van... Als ik mijn target zet op de vorige high, hier zo, heb ik dan een 1-op-2 ratio. Dat is echt belangrijk. Maakt niet uit of je welke strategie je trade, maar risk-reward is zo het belangrijkste dat je kan leren. Iemand die niet kan traden, maar wel zijn risk-rewards kent, ik kan bijna garanderen dat hij meer profitable gaat zijn dan iemand die alles kent van de markt, maar gaat voor een 1-op-0,5 risk-reward. Dat wil zeggen, in dit geval zouden we 1% riskeren om 1,81% te winnen. Oké, okay, dus dat is die type 2. Dus type 2 kijken gewoon voor een vorige high of vorige low. We gaan hier sowieso nog op terugkomen. Daarvoor raad ik ook zeker aan om Patrick zijn bootcamp te kijken. Daar gaat hij heel veel diep op in. Maar hier ga ik het kort houden, want ik wil ook nog zeker hebben over de stoploss en take profits. Hoe dat we die instellen. Ik weet niet, Ruben, had jij daar nog iets aan toe te voegen? Anders... Over de stoploss? Of... Nee, over type 1, type 2. Nee. Dat was goed. Goed. Oké. Okay. Dus ik ga hier heel veel inzoomen, dat is heel duidelijk. Oké. Okay. Maar eens vlug de 4 steps doen. Stap 1. Oké, okay. Zijn we een buy of een sell?
rode pijl, dus we kijken voor een cel. Dan gaan we overal naar de eerste stap gaan. Is de rode candle groter dan de blauwe? Check. Gaat deze rode lijn door de twee candle bodies? To the candle bodies? Ja, we zien hier zo echt bij de blauwe is echt net, maar het gaat erdoor. Dus het gaat echt gewoon, het entert aan de linkerkant van de body en het exit langs de rechterkant, bij beide. Oké, stap 2. Stap 3, is de aqua, grey of navy er dichtboven? Check. En stap 4, is er plaats voor profit? Ja, er zit hieronder. Hier ergens zit nog niks. De eerste van de IMA is hier pas. Dus we hebben zeker plaats voor profit. Oké, hoe gaan we dan onze stoploss en take profit instellen? Je begint altijd met hier aan de linkerkant in je DeLorean platform of je trading view. We gaan ook altijd aanraden om je analyse te doen in trading view. Maar ik doe het nu nog op het DeLorean platform omdat we nog een video of een part van de bootcamp gaan maken waar we uitleggen hoe dat je trading view instelt en hoe dat je het gebruikt. Daar gaan we sowieso over gaan op trading view volledig. Maar voor nu, zeker als beginner, kan je perfect nog het DeLorean platform gebruiken. Dan ga je aan de linkerkant. Dan klik je op dat pijltje hier en dan zie je long position en short position. Long position is wanneer dat je voor een buy gaat. Short position wanneer voor een sell. Oké, we zien hier een pijltje. We gaan voor een sell. Klik op de short position. En waar ga je die zetten? Dus nu heb je die zogezegd vast. Ook al zie je hem nog niet. Oké, we kijken. De tweede DeLorean candles. De laatste DeLorean candles hier geclosed. Dus dan gaan we hem hier naast de DeLorean candle neerzetten. Bam. Dus waar die candle geclosed is. Dan je stoploss. Ga je eigenlijk, dat gewoon zegt, spread times 2 above die DeLorean candles. Dus dat wil zeggen, twee keer je spread boven de DeLorean candles. Ik ga eerlijk zijn, ik vind zijn manier, dat is volledig mijn opinie, dus don't kill me for it. Maar ik vind persoonlijk dat zijn manier van zeggen spread times 2, dat het een beetje te overcomplicated is. Ook gewoon, bijvoorbeeld, ik gebruik een raw spread account, dus ik heb praktisch geen spread. En ook gewoon, ja, je moet je voor je spread, dat kan je zien eigenlijk. Je spread is eigenlijk het verschil tussen de buy-prijs en de sell-prijs. En die zie je in je MetaTrader, maar dat is dan weer een extra stap dat je vlug je spread moet gaan bekijken. Dus ik hou het redelijk simpel eigenlijk. Ik zet mijn stoploss op de top van de DeLorean candles. In dit geval voor een sell, dus zit ik hem boven. En ik voeg gewoon een beetje aan toe. Zoiets. Ik weet het, jullie gaan zo zijn van, ja, maar hoeveel is een beetje? En die vraag had ik ook in het begin. En ik ga het gewoon simpel houden, een beetje. En je gaat naarmate dat je meer treedt, ga je door wat een beetje is. Maar ik ga niet beginnen komen met spreads en dergelijke meer. Ik hou het gewoon simpel, boven de twee candles. En je voegt er gewoon een paar pips aan toe. Zo simpel is het. Maar nu komt het belangrijke. Als je je stoploss dus boven die candle week hebt gezet en een beetje aan toe hebt gevoegd, raken we eerst onze stoploss of raken we eerst de aqua? Shout out to Patrick Kenny, die heeft het mij ook geleerd. We willen altijd zeker zijn dat die aqua eerst geraakt wordt voordat onze stoploss zou gehit worden. Waarom? De aqua dient als twee dingen. Ik zie, enerzijds is het een wall. De Chinese wall ziet als de sterkste muur in de wereld. Waarom? Of een ceiling. Wall of ceiling kan je... Ceiling bedoel ik, sorry. Dit gaat zeg maar zorgen voor een plafond. Dus de prijs stijgt en de aqua doet hier moeilijk. Die wil niet doorlaten. Het is een plafond dat de prijs tegen zit en wil het niet doorbreken. Maar anderzijds is de aqua ook een trampoline. Dus ik noem het een trampoline, noem het hoe je wilt. Maar de prijs schiet vaak van de aqua af. Hier is het niet echt direct afgeschoten. Waarom? We zitten op de 4-uur timeframe. Dus we moeten een beetje tijd geven. Maar dus, we zetten deze een beetje erboven. Hij raakt eerst de aqua. Dus in de eerste plaats is er een soort van plafond tussen voor onze stoploss. Dus dat is een beetje extra bescherming voor ons. En anderzijds, stel dat de prijs eerst zou gestegen zijn, moeten we geen zorgen maken. Waarschijnlijk is hij gewoon een pullback aan het maken en gaat hij gewoon eraf schieten. Oké, dat is onze stoploss. We zetten hem gewoon een beetje boven de twee candlewicks. En dan de entry houden we hier zo, aan de closure van de tweede DeLorean candle. Dit is een type 1. Remember, bij een type 1 zetten we onze take profit op de grijze IMA. Ik zet hem typisch er een beetje boven de grijze IMA. Waarom zet ik hem een beetje erboven? Je ziet, die grijze IMA is in een stijgende lijn aan het gaan. Dus hier waarschijnlijk gaat hij ook gewoon
in een stijgende lijn doorgaan. Dat wil zeggen, ja, tegen dat de prijs verder is gegaan, en dat hij zo heeft een beetje zo gedaan, een pullback gemaakt, whatever. Tegen dat hij hier is, ja, is die grijze IMA al een stuk hoger. Dus dat is voor take profit. We hebben hier een 1 op 3,26. Dat wil eigenlijk zeggen van, als we 1% risken op deze trade, dan gaan we voor 3,26%. Dit was al direct heel veel. Als je nieuw bent bij DeLorean, in de eerste plaats welkom. Maar ook weet dat het is heel simpel, maar je moet gewoon oefenen. Je moet traden. Je trade op je demo, trade op je live. En dit is gewoon oefenwerk, maar eenmaal dat je het vast hebt, dit, wat ik allemaal uitgelegd heb vanavond en wat ik weer allemaal heb gedaan, niet om te stoeven of zo, maar Ruben gaat waarschijnlijk net hetzelfde hebben. Het duurt me ongeveer 4 seconden, 3 seconden, 4 seconden voor mij om te weten of ik een trade neem of niet. Dus in 4 seconden doe ik, en Ruben waarschijnlijk, ik weet niet of je dit confirmed, maar ik denk ook dat hij het ongeveer dus doet. In welke trend zitten we? Hoe staan die IMA's ten opzichte van elkaar? Passen de 4 stappen? Zitten we in een buy of sell? En we weten ook al eigenlijk, ja, misschien in 6 of 7 seconden al, of dat we ons risk-reward juist gaan zijn. Dus al dit, in het begin duurt het misschien 5 minuten. Mij duurt het zelfs 10 minuten vaak om mijn analyse te doen. Maar hoe meer dat je oefent, hoe meer dat het zeg maar minder wordt. Dat was voor mij vanavond, Ruben. Yes. Ja, ik wil nog even eindigen door te zeggen, sowieso thanks dat iedereen weer even tijd heeft genomen. Ik weet, het was niet gepland dat we vanavond de call zouden doen, maar ja, toch omdat we even die recording wouden. Ik wil ook duidelijk maken van, ja, het is goed dat jullie zeg maar onze bootcamp kijken. Sowieso blijft het doen, we gaan jullie sowieso veel bijleren, maar het is ook super belangrijk dat jullie gewoon de go-lives blijven checken. En gewoon Patrick Kenny, Tyrone, Abel, Murat, dat jullie hun gewoon blijven checken, want hun zijn uiteindelijk echt de master traders. Wij zijn ook nog elke dag aan het leren. En wij staan nog lang niet waar we willen staan. Dus in ieder geval we vinden het leuk om uit te leggen. Dus daarom dat we wel die bootcamps doen. Maar vooral belangrijk dat je alsnog wel gewoon de educators blijft checken. En niet die educators vervangt voor ons. En dat wou ik even kort kwijt. Dus thanks dat iedereen er was. En dan donderdag gaan we dus verder met de volgende. Volgende deel, donderdag. Gaan we het hebben over risk management. Misschien nog wat andere dingen. En ja, ik hoop dat ik jullie donderdag allemaal zie. Thanks voor je tijd. Thanks iedereen. Ciao, ciao. See you on Thursday. Ciao, ciao.